Dit is trouwens superleuk voor de kleintjes. Ik heb het altijd zo'n ingenieur gevoel. Kijk hoe mooi dit gelukt is. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Vandaag start ik de weekvlog in de auto en ik zie al dat mijn lintje van mijn camera hier al goed in beeld ligt. Want ik ga wat kleine boodschapjes doen vanmiddag. Ik moet naar de post, ik ga even naar de Action en dan snel eventjes naar de Kringloop. Ik heb hier een hele bak om weg te brengen. Hoe dat we het altijd allemaal verzamelen, vraag het me niet. Maar dat gaat me dan toch wel ook even de kans geven om daar leuk binnen te kijken. Daar heb ik wel zin in om zo vanmiddag even een klein rondje daar te lopen. Dat is wel een klein beetje onder voorbehoud wel of dat ik het allemaal ga halen. Want ik heb dus keiveel last van mijn buik. Oh my god, echt. Ik ben vanmorgen gaan werken. Dat is eigenlijk allemaal redelijk goed gelukt, maar ik heb niet echt veel eetlust. En mijn darmen zijn nogal van slag. Maar ik heb wel even nood om eens iets anders te zien dan de binnenkant van ons huis. En ja, ik moet toch naar de post en naar zo wat dingen. Dus dat gaan we nu eens eerst eventjes doen. En ik neem jullie weer mee, want er gaat sowieso weer keiveel leuke seizoensdingen liggen. En ik weet dat jullie dat altijd leuk vinden. Deze week wordt niet zo'n heel boeiende week. We hebben wel één iets groter projectje in huis, namelijk de logeerkamer. Die gaan we helemaal aanpakken deze week, of toch een stuk daarvan. En dan de rest gaan we volgende week verder doen, even afschilderen en zo. Maar dat staat nog allemaal op de planning voor deze week, maar dat gaan jullie allemaal nog zien. En ja, we gaan zien wat de week ons brengt. Ik weet niet, ik moet best wel veel werken nu na zo lang thuis te zijn geweest, in vakantie. Dus ja, we gaan zien hoe ver dat deze vlog mij gaat brengen. Ik ga nu stoppen met filmen, want de camera is te veel aan het schudden en dat gaat irriteren tijdens het kijken en het editen. Dus, bye. First things first, pakje van Vinted wegbrengen en ik hergebruik daarvoor. Dat dit zijn Gusto-zakjes. Oh yeah, they have it. Oké, daar ga ik sowieso wel eens een potje van meenemen om te proberen. Maar dat is zwaar. Ik weet dat er ook scrub daddies, mommies, weet ik veel wat, te vinden zijn ergens. Vibra of zo. Maar de pink stuff hebben ze dus nu bij Action. Hey, en ook bij een van mij. Heb ik dit nog nodig? Ik denk het wel. Het is ook echt zalig huishoudspul. Zo. En of course, alle kerstspulletjes staan er al. Oh, ik begin wel zo stiekem zin te krijgen in kerst. Als ik het zo allemaal zie, hebben ze leuke cirkeltjes. Kijk. Ik vind dat wel een tof om naar te kijken. Nee, niet zo mijn ding. Zien. Glaasjes. Cute. Oh, dit is ook leuk. Chocolade. Stijtjes hebben ze ook. Cookie cutters. Cute. Fun stuff. Dit is trouwens super leuk voor de kleintjes. Ik heb er thuis ook zo'n eentje liggen voor Fien. Die heeft dat vorig jaar cadeau gehad met de kerst. En dat is zo'n vilte kerstboompje met allemaal vilte decootjes. En die kunnen ze dan met velcro zelf plakken. Kei tof. 4 euro. Dat zijn allemaal specials. Fries. Ik ben ook eens naar deze man te kijken. Aangezien dat ik graag dit jaar mijn cadeautjes wat anders wil gaan inpakken. En een aantal gepersonaliseerde nametags wil maken met mijn Cricut. Ik denk dat hier wel wat genoeg plaats op is. Ja, zo die rendiertjes. 99 cent. Ik denk alleen dat dit wat de kleinjes zijn. Dus die rendieren vind ik wel al tof. Die ga ik al één pakje van meenemen. En dat is echt specifiek voor het inpakken om daar dan zo wat een nametag van te maken. Dat is leuk. Ik had trouwens een lijstje op mijn telefoon. Echt wel mega huishoudelijke dingen. Maar het is toch altijd wel eens plezant. Oeh, hier hebben ze nog van die houten dingetjes. Die dan misschien beter zijn. Even kijken hoor. Deze zijn wat te dik naar mijn mening. Maar deze. Haha. Die zijn ook 99 cent. En die houten wel mooi. En hier, hoeveel zit er hier? 4, 5? Oh, ik smet er al mee. Goed bezig. Eens zien. 4. Nee, ik vind die wel mooier. Ik
Ja, wel verschillende kleurtjes. Zo'n ster. Dat is van aluminium, dat is wat zwaar. En dit is meer van hetzelfde nog. Kijk, hoe lachen deze. Een candy cane tree cat. Wat is dat? Een tree. En ze hebben ook een kerstboom. Zalig. Ik moet wel zeggen, ik heb hier zo 2 jaar geleden zo'n krap huisje gekocht. En dat heb ik dus nooit meer teruggezien. Ik heb er toen zoveel spijt van gehad dat ik daar niet meer van gekocht had. Blijft die liggen. Kom aan. En hier, kijk eens. Ook voor de kat. Zalig. Christmas stockings. Voor de kitty. En ook een skateboard. Ja, ik was zoiets aan het kijken naar deze. Ik weet niet dat Theo dat top gaat vinden. Ik weet ook niet hoe stevig dat er is. Ik vind het er wel mooi uitzien namelijk. Oké, change of plans. Ik voel me toch wel echt niet zo heel lekker. Ik heb echt mega veel krampen. Dus ik ga stilletjes aan terug naar huis gaan. Ik ga niet meer naar de kringloop. En ik ga thuis een lekker badje nemen, denk ik. En daar even ontspannen. Een beetje self-care. Wow. Dit is echt niet fijn. Ik had nog iets gevonden van Lush, maar ik denk bij het uitpakken dat dit geen baddingetje is. Dat dat een solid soap is of een solid shampoo. Die hadden zo inderdaad wel de vorm van zo'n potje. Dus ik ga eens kijken of ik zo nog iets lekkers kan vinden om in bad te doen. Iets met ontspannende bubbeltjes of zo. Het is echt zo lang geleden dat ik nog een bad genomen heb. Maar I need it. Relax, bath and shower, concentrate with essential oils. Saint Clarins. Ja, dit gaat hem worden. Zo, daar ga ik mee beginnen. Amai, ik ruik het nu al. Oh, lekker fris. Lekker sauna geurtje. Het is ondertussen dinsdag. Ik ben klaargemaakt. Toch half. Ik heb nog een joggingbroek aan. Maar ik ben langs de bovenkant wel klaargemaakt. En Zoe en ik gaan eens even vandaag het projectje van onze logeerkamer aanpakken. We hadden toen in der tijd, ja dat is ondertussen al 5 jaar geleden, tweedehands een IKEA frame gekocht en daar een Emma matras opgelegd. Nu, de matras is echt mega fijn. Jullie weten dat wij alle twee echt wel fan zijn van de Emma matrassen. Maar dat bedframe is echt een ramp. En aangezien dat het wel handig is dat er af en toe eens iemand kan komen slapen, zeker in verband met Finn, kan mijn mama af en toe komen slapen als wij s'avonds weggaan en dan blijft Finn toch in zijn eigen omgeving. Luister. En als je omdraait, kraakt dat keihard. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet zo fijn. Als wij ziek zijn, dan ligt er ook 1 iemand hier en 1 iemand in ons eigen bed. Wij hebben een veel groter bed, aangezien Zoe ook wel heel groot is. Dit is gewoon 1,60 meter. Maar dus, die info terzijde. Wij hebben besloten dat we hier een vervanger gaan zetten. Ook weer met een Emma-matras, maar deze keer een boxspring. We zijn gegaan voor het Chameleon boxspring. En dat betekent eigenlijk dat je de hoes die er omheen zit kan vervangen als je zegt van dat je een andere kleur wilt in de toekomst. Of als je het wilt afwisselen of zo. Dat is ook hun meest budgetvriendelijke boxspring. Dus we gaan nu dit bed uit elkaar halen. Ik heb hem te koop gezet, want we hebben er verder geen nut meer voor. Dat was gewoon heel fijn. Dat heeft ons echt goed gediend. Maar ook dit is niet zo handig dat dat hier zo hoog is, aangezien ons plafond hier naar beneden gaat. Dus het gaat handiger zijn als dat gewoon een plat deel is. Dus dat is wel een lang verhaal voor weinig te zeggen.
Dit alles moet nu, ik denk, een uur of 10 staan voordat je er echt comfortabel kan slapen. Want die topper en die matras die waren vacuüm verpakt. Dus dat moet even de tijd krijgen om zijn vorm te krijgen. Maar oh, ik vind het zo leuk. En wij zijn gegaan voor het MA1 matras, omdat je dan de hoes van de boxspring in dezelfde kleur daarin kan. Als je voor een ander matras gaat, dan past die hoes niet. Ik moet hem wel nog even mooi uitstomen, want hij heeft natuurlijk een beetje verkreukeld in de verpakking gezeten. Maar dat ga ik nog doen. Voilà, ik heb ondertussen even alles uitgepakt. En we hebben er dus ook nog een dekbed bij, een nieuw dekbed. Dat was wel even fijn. Ik ben nu de lakens aan het wassen dat erop lagen. En twee van die foam kussens, daar heeft Zoe er al eentje van gestolen voor bij ons in bed, want hij sliep eigenlijk op een redelijk oud kussen. En het leek hem wel heel fijn om deze te testen. En kijk, je kan die binnenkant daar ook zo van kiezen, hoeveel laagjes dat je zou willen. Dat zijn ook zo memory foam kussens, waarvan je dus de binnenkantjes eruit kan halen om de hoogte zelf te bepalen. En ik heb dus ook nog een hele leuke promocode voor jullie voor Emma Sleep. Ik zal deze hier eventjes in beeld zetten en ook in linkje in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie ook eens een kijkje nemen op hun website. Dit is dus het Chameleon boxspringbed waarvan je dus de hoeden kan wisselen. Wij hebben zelfs de groene kleur. Een beetje moeilijk te zien hoor in dit licht. Het lijkt een beetje grijs op camera, maar het is echt wel ja, zo wat een heel donker groen, grijs. Er zit ook zo wat beige in. Wat melange kleur. Het is wel echt heel erg mooi. En die Emma-matrassen vooral zijn enorm fijn, omdat die dus echt gewoon helemaal naar je lichaam gaan staan door het memory foam. Dus ik ga hier eens even alles verder opruimen. Een beetje oppoetsen, want ik zie hier een dikke laag stof op de nachtkastjes liggen. Lakentjes wassen en dan kan ik dat bed hier helemaal mooi opmaken voor de logees of de eerstvolgende zieken. Het is maar in welke volgorde dat het wordt. Goed, we zijn ondertussen weer de volgende dag. Ik loop weer lekker in mijn huispakje rond. Ik heb vanmorgen gewerkt. En ik ga vanmiddag even een heel klein projectje doen met mijn cricket. Aangezien dat Finn binnen een dikke week met school start, of op school start. Ik weet, ik krijg super veel comments van Nederlanders ook via privéberichten op Instagram. Als in van, wat? Is het maar 2,5? Start hij al met school? En dat is zo jong. En bij ons is dat nog niet. En hoe komt dat? Oké, even uitleggen. Bij ons in België is de kleuterschool vanaf 2,5 tot en met 5, denk ik. 5 à 6. Het jaar dat ze 6 worden gaan, denk ik, naar het eerste leerjaar. Lagere school. En eigenlijk de instapklas, dat is waar Finn naartoe gaat, of het zomerklasje noemen ze soms ook wel. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met de peuterspeelzaal, denk ik, dat ze dat in Nederland noemen. Dat is zo wat het instapklasje. Dat is de alle 2,5-jarigen. Dat is zo wat wennen aan het ritme van school. Maar gewoon ook nog heel veel spelen. En ja, gewoon spelen, maar dan meer in het ritme van de klas, denk ik. Alleszins, dat is zeg maar één gebouw bij ons. Dus dat is één ding. Lagere school, kleuterschool. Dat is zeg maar één gebouw, één domein, één school. En de juf had dus ons echt op het hart gedrukt om alles te labelen. Met zijn naam. Dus ik heb mijn cricket er eventjes bij gepakt. En de jasjes die dat heeft voor deze winter. Nu, het is misschien nog wat vroeg om de jasjes aan te doen. En hij heeft volgens mij zijn andere jasje ook aan nu naar de crèche. Het is nog wel echt heel warm voor deze jasjes. Alleszins, ik ga die met mijn heatpress ga ik daar even iron-on vinyl inzetten. Dat vind ik toch iets netter om dat erin te zetten. Dat gaat ook mooi stevig erin blijven. Ik ga hetzelfde doen met zijn muts, daar ga ik het hier een label erin plakken. Ik ga zijn boekentasje ook even langs binnen met zijn achternaam en zo erin zetten. Aangezien dat daar wel in het groot zijn voornaam op staat, maar misschien dat er dan nog in de loop van het jaar nog een andere Finn of zo in de klas komt. En dan wordt dat natuurlijk wel ingewikkeld. Zijn brooddoos en zo heb ik allemaal al besteld bij Maple. Maple had ik als tip gekregen van een vriendin. Ik zal het even laten zien. Wacht, heel schattig. Dus op Maple, zijn naampje staat daarop, zijn achternaampje. En dan heb ik daar zo wat een, zo'n dino-design achterop gedaan. En dan met deze kleurtjes, met lichtblauw en lichtgroen. En als je dat open doet, zit daar ook een vakje in. En dan kan je daar zo nog wat extra dingetjes insteken en zo. Superleuk. En dan heb ik met hetzelfde kleurtje van deksel zijn koekendoosje gedaan. Deze. Dat is zo wat hetzelfde kleurtje als dit. En dan heb ik daar ook een bijpassend flesje bij van dat Dino Design. Dus ik heb gewoon eigenlijk een printje op internet gevonden. En dan de kleurtjes dat daarin voorkwamen gebruikt. Zo wat uitgekozen. Dit is de website.
Vond ik helemaal top. En dan heb ik daar ook nog 2 drinkflesjes bij gedaan. Voorlopig vind ik dit een hele goede set. We hebben er 3 van deze, aangezien dat ze 's morgens een fruitje moeten meenemen en in de namiddag een ander snackje. Maar dat moet uit de verpakking in een potje, dat gemakkelijk is voor de juffrouw. En dan heb ik er eentje op overschot. En daar zat altijd wel een vorkje ook in, dus dat kan je dan bijvoorbeeld meegeven. Nou, whatever. Ik vond dat een hele leuke site en dat was ook snel geleverd. En ik vond dat wel handig dat er al gewoon direct die naam op stond. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld ook heel veel mensen zo goed gemerkt gebruiken. Dat je daar zo die labeltjes van bestelt met de naam op en dan... Kan je die gewoon overal inplakken. Dat lijkt mij ook heel handig. Maar ik heb nu mijn Cricut. Dus ik ga het gewoon mooi maken met mijn Cricut. Because I love using it. I met him on a sunny day in late July. And everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love. Like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight. Knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we... Helemaal mooi erop. Yay! Love it! Oké, dat is jas nummer 1. Dit is zijn nieuwe jasje voor dit jaar. En ik heb die alle 2 op Vinted gekocht. Deze heb ik vorig jaar op Vinted gekocht. Dat is een Philo & Friends jasje. En zo wat een lekkere zachte binnenkant, donkerblauw. En ik vond vooral die buitenkant super fijn, omdat het dan zo tegen de regen goed beschermt en lekker winddicht is. Dat leek mij vooral heel verstandig, zeker bij van de kleintjes. En ik vond deze ook lang genoeg voor Finn. Super fijn. Dus ik was dit jaar dan op zoek gegaan op Vinted naar een nieuwe. En ik had gehoopt van, zou ik misschien zo ongeveer hetzelfde model kunnen vinden. We hebben die gepast. Hij past daar nog in. En dan heb ik een maatje groter besteld voor dit jaar. Ook weer op Vinted. Kijk, en daar hangt het kaartje gewoon nog aan. Echt geweldig. Vind ik echt heel leuk met zo'n groene rode binnenkant. En deze is dan zwart aan de buitenkant. En ook weer gewoon dat fijne materiaal, winddicht, lekker warm. Dus ik weet dat hij daar goed gaat mee zitten. En dan zijn muts past echt gewoon perfect daarbij. En ook gewoon keigoed bij die andere. Dus dat is wel echt heel fijn. Dan heb ik er ook 2 in het wit uitgesneden. Voor in zijn muts. En dan in zijn boekentasje. Had ik al gezegd, ga ik hier ook nog eentje zetten. Ga ik daar ook nog eentje doen. En ik heb dus aan zijn boekentasje... een sleutelhangertje hangen met een foto van ons drieën. Die sleutelhanger heb ik gewoon gevonden bij de avondpapier. Je kunt daar zo die binnenkant uithalen, fotootje afprinten. En dan hebben ze zo toch altijd iets bij voor, zeg maar, dat zijn wij. Hij staat daar ook, mama, papa. En dan aan de andere kant heb ik Boosteo gedaan. Ik weet niet hoeveel dat ik in de komende tijd ga delen van, ja, Finn zijn schooltijd en zo. Ik kan wel delen of het goed gaat of, allee, dat soort dingen. Ik denk dat jullie ook wel begrijpen dat dat een heel groot onderdeel gaat worden van Finn zijn privéleven. En hij gaat daar vriendjes maken en zo. Dus ik denk wel dat ik dat serieus op de achtergrond ga houden. Maar ik hoop toch, ik denk wel dat jullie dat allemaal helemaal goed gaan begrijpen. Oké, ik heb de dingen gelabeld die ik wou labelen. 5 in totaal. Ondertussen wel een leuk videootje gekregen. Ik weet nu alleen niet zo goed wat dat ik nog zou moeten labelen. Dus als jullie daar mij wat meer inzicht in kunnen geven. Ik heb nu zijn jas, zijn muts. Sjaal moet ik nog bestellen. Zijn boekentas, daar staat zijn naam op de buitenkant op. Maar ook dan langs de binnenkant met zijn achternaam heb ik gedaan. Brooddozen, snackdoosjes, al die dingen en zo. Daar staat zijn naam al zo op. Dat heb ik zo besteld. Dus ik denk dat ik wel oké ben. Of doen jullie het ook echt zo op alles, als in van alle kleding? Of is dat er een beetje over? Ik weet dat niet. Is dat niet aan betantes gaat dan bijvoorbeeld verkopen opnieuw op Vinted of zo, dat er dan zo'n naam in staat. Dus let me know hoe dat jullie het doen. Of dat jullie in echt in alles namen zetten. Of gewoon echt zo in de grote lijnen. Ben ik wel heel benieuwd naar. Dan kan ik daar nog verder mee aan de slag. Maar bon, ik heb nu een heel goed template. Alleszins gewoon. Nee, een mooi template. Gewoon zijn naam geschreven in een lettertype dat ik mooi vind en dat bij alles past. Dan heb ik dat nu klaarstaan. Dan kan ik dat gemakkelijk uitsnijden als ik dat wil. Dus voilà. Laat maar weten waar dat jullie nog allemaal labeltjes in steken. Dan ga ik daar later nog mee aan de slag. Ik heb nog wel even tijd. En ik kan het, naarmate dat hij op school zit, natuurlijk ook gewoon altijd nog toevoegen en bijwerken. Dat hoeft niet allemaal nu in één keer. Maar ik dacht, ik heb nu een klein momentje. Ik ga er nu even mee aan de slag. Dat is wel handig. En ik ga even mijn camera opladen. Zo, wie is vanavond boodschapjes gaan doen bij Lidl? Jee, kei fijn. En hij heeft weer zo'n 1 euro bakje kunnen scoren. Ik zei het al van,
Onze soep in de vriezer is op, dus wil je eens kijken of er 1 euro bakjes zijn. Dat is een concept dat ze bij Lidl vanuit hun zelf organiseren. Bij ons is dat rond 1 uur of 6 s'avonds dat ze een kar zetten achter de kassa's en dan staan daar allemaal bakjes met zo wat ja, beschadigde dingen. Of dingen die bijna gaan vervallen. En die kan je dan meenemen voor 1 euro. Dus dit bakje was 1 euro voor alles. Echt kei tof. Dus ik ga daar duidelijk spinaziesoep mee maken morgen. Ik ga even een goed recept van zoeken. Kijk, 2 grote zakken spinazie. Een zak spruitjes van 1 kilo. Die gaan we wel rap moeten opeten, denk ik. Maar... Kun je bij de kip wel dat eten misschien? Ja, bij de kip. Of daar een mooie ovenschotel of zo mee maken. Dat kan ook wel lekker zijn, denk ik. Ja? Ja, of zoiets in de trant. 1 stengel prei, perfect voor de soep. 2 groene paprika's, die ga ik ook in de soep doen. Dan nog... is het een paprika? Ja, dat is een paprika. Een rode paprika en nog een gele paprika. Dan iets waar de Pin heel blij mee gaat zijn. Namelijk mandarijntjes. Dat gaat hij heel lekker vinden. En dan een aantal tomaatjes. Eentje is zo wat gebarsten, maar ja, dat weet je als je zo'n bakje neemt, dat het dan ja, gewoon dingen zijn. Maar de andere tomaten zien er echt nog keigoed uit. Een bakje snoeptomaatjes en een Dr. Pepper. Kei random. Ja, dat is random. Kei random, maar kei leuk. Dat het pintje was of zo. Dus dat vind ik wel weer even leuk om te delen. Ik ga niet onze boodschappen delen, want het is weer al meer van hetzelfde als altijd. Maar deze is wel echt een hele leuke score. En aangezien ik overdag vaak boodschappen doe, heb ik niet echt de kans om deze te scoren. Aangezien dat ze dat... Ja, meestal rond 6 neerzetten. Ja, we waren er nog denk 5 in totaal. Ah, ja. Het waren allemaal andere dingen. Ja, leuk. Maar je hebt dan speciaal gekeken naar wat de groenere... Ja, ik zag zo'n prijs steken en paprika leggen. Paprika, dus ik dacht, dat is een goeie. Dat is een goeie. De mannen zijn hier al goed aan de slag. We hebben onze speelgoedrotatie naar een ander level gebracht. En we hebben geswitcht met vrienden. Zij hadden zo'n super mooie knikkerbaan of slash autobaan. Je hebt daar ook autootjes voor. En hun kindje speelde daar denk ik niet zo heel veel meer mee. Dus die staat nu hier en wij hebben onze wobbel naar daar gebracht. Dus hopelijk helpt dat om zo wat nieuwe dingen te ontdekken. En Finn kon al niet wachten, hij had er daar ook al eens mee gespeeld. En Zoe dus blijkbaar ook niet, want die is nu volop zeer mooie contrapties aan het bouwen. Ja. Ben je benieuwd wat dat gaat geven? Zou je daar best niet rechtdoor gaan? Ja, ik was inderdaad naar aan deze aan het kijken. Nee, maar ik moet wel een andere hebben. Het is niet simpel. Dit is zo moeilijk. En deze? Kan dat iets? Want waar? Dat weet ik niet. Ah nee, dat moet op een gewone, denk ik. Lekker frietjes! Met Joppie saus, of course. Yum! Ja, altijd voor Polly, hè. Echt, te lang geleden. Wat heb je gepakt van vleesje? Een berenpoot, ja. Vleeskarket en een kiepsaté. Haha, en ik had gezegd dat ik wel eens ging bijten van uw vleesje, so I know which one I will get. Ja. Het is vandaag zaterdag, ik ben vanmorgen gaan werken. Het is ondertussen 2:30 en wij zijn op weg, of toch, we gaan vertrekken naar de speeltuin met vrienden, met Finn en een kindje van hun. We are ready to go. There's something about